tunnel die in de grote weg van Amsterdam naar Rotterdam en Den Haag is opgenomen en die onder een startbaan van het nieuwe Schiphol doorloopt, markeert de vorderingen die bij de bouw van de nieuwe wereldluchthaven gemaakt worden. Het nieuwe Schiphol zal zijn aangepast aan de enorme vlucht die het verkeer door de lucht de laatste 20 jaar genomen heeft. Het nieuwe stationsgebouw met de pieren is erop ingesteld dat de vliegtuigen zich om deze pieren heen op eigen kracht kunnen opstellen. Ook is er naar gestreefd dat de passagiers eenmaal binnen het stationsgebouw geen trappen meer zullen hoeven te lopen om in het vliegtuig te komen. De vertrek- en aankomsthallen zijn bijzonder ruim en ook doorgaande reizigers kunnen snel worden afgehandeld. Onder deze hallen zijn twee grote keldergarages waar passagiers hun auto's kunnen parkeren. Door de pieren waarvan de middelste voorzien is van een rollend trottoir bereikt men de vliegtuigen. De beweegbare bruggen vormen de verbinding van de pieren met de vliegtuigen waarvan er 25 tegelijkertijd opgesteld kunnen staan. Voor 1975 rekent men op 6 miljoen passagiersbewegingen en 80.000 vliegbewegingen per jaar. Enorm uitgebreide parkeerplaatsen zijn in de onmiddellijke nabijheid van het nieuwe stationsgebouw aangelegd dat in het voorjaar van 1967 in gebruik zal worden genomen en op snelle en geriefelijke afhandeling is gericht.